Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 20 juli. Ik kom net uit bed. Ik heb echt het idee dat ik een beetje verkouden ga worden. Want ik zat de hele nacht verstopt. Ik heb weer echt super slecht geslapen. Maar het geeft niet. Ik ga lekker beginnen met een watermeloenontbijtje. Het is echt super lekker druilerig. Het regent, het dondert, het bliksemt weer. Ik hou daar echt wel van af en toe. Helemaal als je ziet dat het komende week 30 graden wordt, denk ik, geef mij maar gewoon heel even nog die regen. Ja, helemaal prima. Oh, ik moest echt toen ik de slaapkamer uit Progo bellen aan de muur. Dat ik echt dacht, wow. Ik vind het heel vet hoor, maar het is te veel. Er gebeurt hier nu te veel. Dus ik wil dit hoekje eigenlijk helemaal leeg maken. Omdat ik het gewoon... Ja, die posters die trekken alle aandacht en dat moet zo blijven. Die lamp op het tv-kastje moet eigenlijk dan ook weg. En ja, die plantenbak, even kijken hoor, kom ik daar. Die plantenbak vind ik sowieso al lelijk. Dus, maar ja, ik heb even niks anders. Maar ik denk dat die plant daar eigenlijk ook gewoon weg moet. Dus het is nog steeds niet af. Jawel, het is wel af, maar het zijn gewoon kleine dingen. En dat kleed stinkt nog steeds, jongen. Het is echt niet normaal, echt een beetje zo'n strolucht. Ik ga even rustig opstarten. Ik ga Handmaid's Tale weer opzetten. En dan ja, lekker een beetje. Vandaag ga ik wel relaxen hoor. Want de afgelopen dagen heb ik zoveel geklust en gedaan. Dus vandaag is het gewoon een beetje relaxen. Een beetje hier en daar wat aanpassen. Ik moet weer om 6 uur beginnen. Dus ik heb alle tijd. Ik heb de krabpaal echt helemaal uitgezogen. Nou ja, voor ver mogelijk natuurlijk. Want deze dingen. Maar ja, ik ga hem toch maar terug doen naar zijn oude plekje hier in de hoek. Ondanks dat het het hier echt wel krap maakt. Straks kan ik deze twee nog iets opschuiven. En dan hou je wel genoeg loopruimte over. En als hier staat, kan de tafel nog wel iets meer de hoek in. Ah, ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Want die beesten die slapen en doen er zoveel op. Ja, het is lelijk. Maar ja, zo is leven. Hij is er weer, het tijgertje. Ja. Ik wil de katten, dus dan moet ik het maar accepteren. Mocht er iemand zijn die tips heeft voor krabpalen die zeg maar iets meer... Natuurlijk materiaal en net even hè, iets stylischer zijn dan deze. Hoor ik het graag. Maar ja, weet je, ach, ik ben er ook aan gewend. En als de katten ervan genieten, wie ben ik? De bank heb ik trouwens nog niet laten zien, had ik nog beloofd. 100% beter. 100% beter. Wel echt nog vlekken. Het middelste deel wil ik graag nog een keer doen, want je ziet hier een nieuwe... lijn, omdat ik denk ik daar gewoon niet goed geveed heb. Ik heb een soort van, omdat ik weet dat water of vochtvlekken op deze bank gewoon heel erg zijn. Ja, hier zie je het ook. Moet je als je iets nat maakt het hele vlak nat maken, anders is dit het gevolg. Dus ik moet het sowieso nog een keertje doen en dan ook hier echt doortrekken naar onder. Maar zoals deze donkere vlek, die gaat denk ik niet meer weg. Maar hey, het is echt 100 keer beter. En zeker als ik de kussens er zo weer even over verspreid, moet ik me vooral hier echt nog even focussen. Maar dat ga ik vandaag even niet doen. Tot grote vreugde van Beert de Bakker heb ik deze twee, het spiegeltje en de andere schilderij weggehaald. Omdat het gewoon te veel werd. Maar helemaal niks vind ik ook zo wat. Dus nu hangt er echt een heel eenzaam bloemetje. Maar ja, omdat je hier ook die kast hebt, is het wel echt goed genoeg. Ik heb nu dit helemaal leeg. Hier het extra spiegeltje opgehangen wat dus van de andere kant komt. En ik wil sowieso het kastje nog echt heel graag mat zwart verven. Dat zou het helemaal afmaken. Maar het is al wel wat rustiger. Die lamp vind ik daar ook een beetje raar. Maar ik wil graag de vensterbank wel lekker leeg houden. Dat vind ik wel mooi. Dus het begint ergens op te lijken. Ik ben op zich tevreden. Ik heb nu deze tas uit de berging gehaald. Dit is een oude tas. Nou ja, ja, hij is echt wel oud trouwens. Hij was toen we in Spanje waren voor de eerste keer. Mijn oom woont in Spanje. Dus ik denk dat hij echt al wel 5, 6 jaar oud is. Maar hij is nog steeds mooi. En het is echt een stuk groter dan die ander. Maar dat is eigenlijk ook wel fijn. Want ik merkte de laatste tijd, zoals vanavond blijf ik bij Rodrigo slapen. Ja, dat is gewoon kut. Want dan kan ik niet genoeg spullen mee. En dat kan dus nu wel. Dus ja, en ik vind het ook wel een mooie tas. Het is alleen, denk ik, voor je naar het centrum of zo niet handig. Maar voor nu wel. Ik heb weer mijn favoriete shirtje aan. Ariana. En verder gewoon heel simpel, want ik moet straks toch werken. Maar oeh, ja, ik wil die oorbellen in. Mocht je je trouwens al afvragen waar de stoel gebleven is, die is dus hier. Want de stoel vloekte zo erg met het nieuwe kleed. En in het begin had ik eigenlijk sowieso het idee dat ik hem in de slaapkamer wilde zetten. Alleen ja, op een of andere manier kwam hij toen in de woonkamer en dat vond ik ook heel vet.
Maar nu vind ik dit ook heel leuk. Hij staat voor die kast, maar die kast gebruik ik dus nooit. Dit is echt, bereid je voor. Ja, een kast vol met koffers. 1, 2, 3, 4 koffers. Niemand weet waarom. En hier bovenin ligt beddengoed. Dus ja, daar kom ik alleen in als ik op vakantie ga of wat dan ook. Dus het is niet erg dat hij daarvoor staat. En hij past wel goed bij deze muur, zeg maar. Bij de hele jungle sfeer. En dan staat nu het nachtkastje aan de andere kant. Het is even wennen. Maar weet je, dat kleed dat ligt er nu. En waarschijnlijk over een jaar is dat weer weg. En die stoel kan dan gewoon lekker verplaatsen van kamer naar kamer waar die het best past. Dus, maar voor nu vind ik de woonkamer heel lekker rustig en is het goed zo. Nou, nog even dit weg. En dan is het officieel tijd om te chillen. Het kan het mensen toch veel rotzooi maken in een paar dagen. Oh ja, trouwens, weet je wat ook weggaat? Na zoveel commentaar dat deze er altijd nog stond. Birdie gaat ook weg. Niet overal. Ze hangt nog op heel veel plekken. Deze. En als je niet weet... Oh, ik maak er gelijk een rotzooi van. Als je niet weet wat dat is. Dat is een kerstboom met bont. En die heeft 2 jaar lang het hele jaar bij mij in huis gestaan. Omdat ik hem leuk vond. Ik heb besloten dat ik even lekker op het werk mee ga eten. Dan hoef ik ook niet meer te koken. Nou, niet dat ik heel vaak kook. Klopt. Nee, maar het had vandaag gekund en ik doe het lekker niet. De Handmaid's Tale is soms zo heftig. Gewoon qua spanning echt gewoon dat je echt... Ik mag gewoon weglopen. Dan laat ik hem wel draaien, zeg maar. Zodat ik dan wel een soort van hoor wat er gebeurt. Maar ik kan er gewoon niet naar kijken. Het is zo intens. En ik denk dat dat voor een vrouw nog veel erger is dan voor een man. Een man die ziet, die ja, vindt het denk ik ook echt heel erg en heel schokkend. En het is echt dramatisch wat er gebeurt. Niet in de zin van overdreven dramatisch, maar in de zin van hoe langer je erover na gaat denken, hoe meer pijn het je doet ofzo. Maar als vrouw en je kijkt die serie is dat nog veel heftiger. Omdat ik denk dat je je nog veel beter kan inleven. En ja, het doet me ook heel erg gewoon nadenken over de zwangerschap überhaupt. Ik bedoel, ik denk daar echt nog niet aan hoor. Dus haal dat er vooral niet uit. Maar ja, ik wil wel heel graag op een dag moeder worden. En wat nou als dat niet zou kunnen, weet je wel. En hoe ver ga je dan? Wat zijn de grenzen en vervagen die? En ja, weet je, dit gaat er dan over dat het menselijk ras gewoon eigenlijk letterlijk aan het uitsterven is. Omdat vrouwen niet meer zwanger kunnen raken of het heel snel verliezen. Dus de aantal vrouwen die het wel kunnen, die worden echt een soort van als fokmachines gebruikt. Even heel oneerbiedig gezegd. Maar het is echt wel heel heftig dat ik echt, ja, dat ik soms gewoon bij mezelf denk. Ik hoop dat ik echt het gezegende mens mag zijn. Dat kinderen mag krijgen, want ik zou dat echt, ja, heel graag willen. Dus heftig. Heftig, maar heel goed. Echt, nog steeds. Ik ben nog steeds echt een groot fan. Ik moet even goed nadenken wat ik allemaal meeneem, aangezien ik niet thuis slaap vanavond. Ik kwam erachter dat ik deze vlog nooit heb afgesloten, omdat ik daarna zou gaan slapen bij Rodrigo. En ik weet dat ik bewust die avond dacht van... Oh ja, in zijn huis. Ik weet niet of hij daar oké mee is. Weet je wat, ik sluit hem af in de auto. En dat heb ik vervolgens niet meer gedaan. Maar het is vandaag 24 juli, woensdag 24 juli. En wij komen net terug uit Scheveningen. En er zit me echt al de hele dag iets dwars. En ik merk dat de laatste tijd me heel erg beïnvloedt. Dus ik wilde het toch met jullie bespreken. En ik dacht, dan kan ik het nu gelijk doen. Ik heb me vandaag echt momenten heel erg rot gevoeld en echt ook best wel verdrietig. Omdat ik echt heel erg hard mijn best doe voor YouTube en omdat ik er echt... En ik ga hier niet om huilen, want ik heb echt voor mezelf besloten... Ik heb er heel veel over na kunnen denken vandaag en ik weet hoe ik erin sta en ik weet wie ik ben en ik weet wat ik wil en ik weet wat ik kan. En YouTube is mijn passie en video's maken doe ik omdat ik ervan geniet en omdat jullie ervan genieten. Maar de laatste tijd is er ontzettend veel negativiteit in de reacties. Zelfs echt dat ik DM's krijg waar ik echt van schrik dat ik denk, ik verplicht je niet om te kijken. Ik ben onwijs dankbaar voor de 4000 mensen die elke dag kijken en voor de 11.000 mensen die geabonneerd zijn. En de mensen die zoveel liefde geven. Ik vergeet jullie absoluut niet. En jullie zijn 100% de reden dat ik dit doe. Maar soms
voelt het echt als een ondankbare taak. Zoals dit echt. Ik kan deze week al überhaupt 5 dingen opnoemen die ik naar me toe geslingerd heb. Die ik niet goed deed. Er werd te veel fuck gezegd. Ik mocht de krabpaal niet wegdoen, want ik heb zelf gekozen voor katten. En die hebben dat nou eenmaal nodig. Ik heb diabetes gezegd, daar mag je geen grapjes over maken. En hoe ik met mijn bank omga is ongelofelijk en onverantwoord en onvolwassen. Want waarom zou je je bank zo vies maken? Ik moet zuiniger zijn op mijn spullen. En als ik wat minder zou shoppen, zou ik na 2 maanden een nieuwe bank kunnen kopen. Nou jongens, als ik echt een keer goed ga shoppen, dan geef ik 200 euro in de maand uit. Maar normaal gesproken red ik de 100 niet eens. Ik denk dat jullie soms denken echt, hoe kom je bij het beeld dat ik zoveel shop? Ik heb de neiging om als ik ga heel veel te kopen. Maar ik koop echt goedkope dingen. Waar ik vervolgens ook weer commentaar krijg. Want goedkope dingen zijn slecht voor het milieu. En ik moet beter over het milieu. En vandaag heb ik echt even een moment gehad dat ik tegen mezelf gezegd heb. Sophie, dit is wie ik ben. En dat diabetes, ik snap... oprecht dat als dit een iets is waar je elke dag bij stil moet staan, waar je elke dag last van hebt, ik kan me niet bedenken hoe dat voelt. Want ik heb dat niet. Ik ben gezegend met een gezond lichaam wat kan eten wat ze wil. Wat niet verandert dat dit wel een serieuze kwestie is en dat ik daarom niet zo goed snap waarom je er niet op een luchtige, grappige manier bij stil mag staan. Want 90% van de dingen die op die tafel lagen zijn ontzettend ongezond voor je. En als dat alles is wat je op een dag eet, dan loop je een risico. En overgewicht is een serieus probleem wat lijkt op diabetes. En dat er op een luchtige manier over werd gepraat is absoluut niet om iemand voor lul te zetten of aan te vallen. Het is puur om even stil te staan bij het moment dat ik het zelf ook heel moeilijk vind om gezond te eten. Maar dat je uiteindelijk wel weet waar je het voor doet. En ik weet ook dat dat absoluut niet de enige reden is. En dat er heel veel mensen zijn die er niets aan kunnen doen dat ze deze ziekte hebben. En die spreek ik ook absoluut niet aan. En ik heb respect voor deze mensen. Maar ik denk ook dat als die mensen weten hoe het voelt, dat ze het ook bewust ermee om zouden moeten gaan om stil te staan bij de mensen die kunnen voorkomen het te krijgen. Dus als je je daar rot over hebt gevoeld, dan vind ik dat heel vervelend. Was dat absoluut nooit de bedoeling. Maar ik denk ook wat het belangrijkste is en wat ik wil zeggen is, ik maak een video voor mij. En voor de mensen die het leuk vinden. Vind je het niet leuk? Vind je het Engels irritant? Vind je Rodrigo te jong en te kinderachtig? Kijk lekker niet. Eerlijk. Kijk niet. Reageer niet. Laat me lekker mijn leven leiden. Want daar is waar het om gaat. Ik deel mijn leven. Ik beslis zelf of ik een krabpaal heb. Ik beslis zelf of ik mijn glas drinken op de bank zet. Het vervolgens omgooien en kringen krijg. Ik beslis zelf hoeveel ik shop. Hoeveel geld ik uitgeef. Als je me ergens bewust van wil maken op een positieve en opbouwende manier, mag dat altijd. Maar die negativiteit is me echt een beetje aan het opbreken. En ik vind dat ik het niet verdien. Dus ik wil er toch even bij stilstaan. En ik wil vooral afsluiten bij alle lieve mensen die het ook de afgelopen weken heel veel voor me op hebben genomen. En hebben geprobeerd me een steuntje in de rug te geven. Dus daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Bij deze ga ik dan wel de vlog afsluiten. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende video.